Minder bezoekers dan verwacht bij de eerste editie van Foodstock. Maar toch kwamen er zo'n 8000 mensen op af. Door het slechte weer moest de organisatie van het festival de zaterdag schrappen. En ook zondag was het weer niet zo best. Maar toch, de bezoekers maakten er het beste van. Je bent hier niet alleen om sfeer te proeven? Nee, dat zullen we zien. Daar wil ik een hapje mee eten. En hoe smaakt het? Heerlijk. Alleen weer mag een beetje beter zijn, maar voor mij mag het vaker. Ja, dat is wel gezellig. Jammer dat het regent. Maar tof. Ja, jammer dat het een beetje in het water valt. Maar dan mag de pret niet drukken. Oh, nou leuk. Laten we eens naartoe gaan. Gewoon, Het valt niet tegen. Nee, ik vind het hartstikke leuk. Ja. Ja, oké. Ja, het weer is natuurlijk niet fantastisch, maar ja, het is wel leuk om te zien. Ja. Eten maakt het een en ander wel goed? Tot nu toe wel, ja. We zijn er maar net, dus... Maar jawel. Jazeker. Muziek is leuk, dus ja. Oh, I think it's good. Yeah. It's Tim, hasn't got Thai food. I come from Thailand, that's why. Er was wel volop keuze. Zo'n 30 verschillende food trucks. Zo kon je er Koreaans eten, Spaans. Maar ook voor een simpel frietje kon je er terecht. Er zijn zoveel mogelijkheden om te eten, hè? En dan eet u frietjes. Ja, dat weet ik. Hoe smaken ze? Ja, heerlijk. Waarom bent u hier? Onze dochter woont hier in Eindhoven op Kamers. En die had het gehoord dat het hier voor de eerste keer Foodstock was. En, nou, we gaan even kijken. Maar we wisten dat hier zoveel verschillende mogelijkheden om te eten waren. Ja, wat wil je? Daar moet je gewoon bij zijn. En het valt niet tegen? Prijzen wel. Maar de gezelschap niet. Ik stel jullie voor om dit neer te leggen en zelf ook een pilsje te pakken, toch? Ook al zat het weer niet mee en waren er minder bezoekers, de organisatie is tevreden. Volgend jaar keert Foodstock terug. Of het ook op dezelfde plaats komt, is nog niet duidelijk.